Het hoofdbestuur van de vooruitstrevende hervormingspartij, VHP, zal weer deelnemen aan de komende bestuursverkiezing van de partij en heeft vanmorgen haar kandidatenlijst ingediend. De verkiezing vindt plaats op zondag 29 mei. De VHP heeft vanaf 2011 onder leiding van voorzitter Chandrika Prasad Santokhi diverse veranderingen ondergaan. Eén daarvan is dat er veel meer diversiteit is in de partij. Santokhi zegt dat de VHP meer moest worden dan een politieke organisatie. Het was daarom belangrijk dat de partij landelijk gepositioneerd werd. We hebben de statuut ook opgenomen dat er doorstroming moet zijn in de partij. We hebben de statuut ook opgenomen, namelijk de partij representatie moet hebben van diversiteit. Diversiteit naar etniciteit, naar religie, naar cultuur. Dat er een gendergebalanceerde samenstelling moet zijn. Dat jongeren zichtbaar moeten zijn in de structuur, maar ook in het hoofdbestuur. Dat er sprake moet zijn van territoriale spreiding. Van het hoofdbestuur naar alle districten toe. En dat zijn criteria die je moet meenemen als je kandidaten gaat identificeren. Geen makkelijke job. Want je zit met een hoofdbestuur dat strijd heeft geleverd samen met de andere organen van de partij. En met die strijd 20 zetels haalt. De voorzitter hoopt op meer diversiteit binnen de partij. Santokhi benadrukt dat de VHP overal gevolgd wordt en er daarom voor moet zorgen dat de statuten up-to-date zijn. Dat gezegd hebben we, dat moet ik dan meegeven dat we erin geslaagd zijn om invulling te geven aan de vernieuwing en bijna de helft van de hoofdbestuursleden hebben we gevraagd om ook plaats te maken voor nieuwe leden. En dat is aardig gelukt. En we hebben de volgende kandidaten als hoofdbestuur. Voorzitter, dat is de persoon die op dit moment de voorzitter is van de VHP. En die gaat nu voor zijn derde termijn als de achterban dat wil, als het congres dat wil, maar het hoofdbestuur heeft beslist dat als voorzitter voor aanstaande verkiezing gaat de heer Chandrika Prasad Santokhi. De andere voorzitters zijn de heer Blijkoelers, Urmi Ramlagansin, de heer Sis Kumar Gayadin, andere voorzitter de heer Dijkstiel. Op de kandidatenlijst onder leiding van Santokhi zijn er 6 vrouwen en 19 mannen die alle 10 districten vertegenwoordigen.